Zo jongens, goedemorgen. Welkom weer bij een nieuwe vlog. Ja, ik ben echt opgewonden jongens. Het is echt super vet. We hebben echt iets gruwelijks. Ja, ik heb natuurlijk project R staan. Een dikke 1.8 turbo ombouw waar ik lekker mijn ding in kan doen. En ja, steeds meer gasten weten mij te vinden. En dat is toch wel leuk, een beetje mond-op-mond reclame. Ik doe mijn best en ik denk dat ik nou een van de... Het wordt steeds schaarser, laat ik het zo zeggen. Mensen die met oude auto's wat raad weten. En vooral met golfjes, en Volkswagentjes. Dus zodoende kwam via mijn vriend Theo van de Wopshop. Theootje, bedankt voor het aanbrengen. Kwam er een gozer naar me toe. Hij zegt, ja, ik heb een auto en die heeft 10 jaar stilgestaan. En die moet het nou weer gaan doen. Want ja, hij zegt, ik wil hem weer rijend hebben. Ja, en wat voor auto hebben we het dan over? Kijk! Een originele Golf Rally G60. Ja, ik vind dit echt mokervet. 10 jaar heb je stilgestaan, hè? Moet je kijken hoe goed de eigenaar dat ding in balans gehouden heb, joh. Hij is helemaal knijtertje kogeltje hard. Is trouwens overigens jongens, voor degene, dit is een Rolls Royce of Jaguar. Dan moet ik eventjes, voor mij is het een Jaguar kleur. Maar dit is toch goud. Kijk jongens. De echte stoelen zoals het hoort. Als hij nou helemaal loopt, dan heeft de eigenaar wel wat te doen aan het interieur, want hij heeft wel een beetje liefde nodig. Kijk, een beetje witte vlekjes van het lange staan. Dus hij moet er nog wel wat aan doen, maar ja, echt super, super cool. 17 inch RS eronder. En wat nou het voornaamste probleem is met deze auto? Brandstof. Hij heeft hem een tijdje geleden gestart. En toen had hij een lekkage voor in de motorruimte. En toen heb je hem uitgezet. En sindsdien wil ik niet meer aanslaan. Zekering van de brandstofpomp blijft heel. Dus we gaan nu even als eerste kijken wat deze opvoerpomp doet. Of hij stroom krijgt en of hij brandstof geeft. En als hij dat doet, dan weten we dat we bij de tweede pomp moeten gaan kijken hoe of wat. En als we hem lopend hebben, dat is eigenlijk even de hoofdzaak. En wanneer die lopend is, kunnen we daarna verder gaan borduren op onderhoud. Want de G-lader, riem moet vervangen worden en al dat soort shit meer. Dus ja... Super vet ouwe. Dit is toch mooi. Van onder ook zitten diverse aanpassingen aan de bodem. Maar dat laat ik jullie wel zien in de volgende vlog. Daar praat ik jullie wel doorheen TCT. En ja goed, het is een super vette kar. Ja mooi, het blijft echt iconisch jongen. Ik ben zo... Dit is echt een droomauto voor mij. Maar weet je, de pest is, schaarste drijft de prijs. En ja, dat is nou helemaal zo. Maar misschien ooit flink sparen. Origineel dakraampje erin. Voor mij hadden die dingen het standaard. Ja, super vet jongens, super vet. Dus goed, ja, willen jullie nou op de hoogte blijven van dit soort zaken? Ik bedoel, doe even abonneren. Dat vind ik leuk, dat vindt mijn kanaal leuk. Overigens... We hebben 400 abonnees. Jongens, super vet. Daar ben ik echt heel erg blij mee. En ja, dat komt ook mooi uit. Het is alsof het zo een beetje moet wezen. Hè? De Golf Rally die staat binnen. En ik kijk die avond op mijn YouTube kanaal. 400 volgers. Nou goed, mijn schatje die moest een klein beetje ruimte maken voor de Golf. Want ik doe het natuurlijk met mijn vader samen. Dus ik kan niet zeggen tegen die ouwe van nou zet jij je BMW maar in de hoek. Dus binnenkort gaan we deze eventjes helemaal kleden. Met de producten van Louis Robbies. Als jullie naar louisrobbies.nl gaan, dan hebben jullie de website. Hij verkoopt echt alles. Poetspullen, kwasten, speciale kleeddoeken, poetsmachines. Hij heeft echt alles. Je kunt zo gek niet bedenken of het is. Borsteltjes voor velgen, borsteltjes voor interieur, noem maar op. Dus louisrobbies.nl. En als jullie dan Patrick's 86 garage aan elkaar intypen bij het bestelformulier, dan krijgen jullie nog eens een keer 10% korting. Dus dat is misschien leuk meegenomen. Ik bedoel, als je een pushmachine koopt van €300, krijg je er toch €30 korting op. Dus ik zou zeggen, even doen. Overigens, ik heb ook hier in Noord-Holland wat spulletjes staan van Louis Robbies. Dus mochten jullie snel je spullen willen hebben, is het altijd mogelijk dat je heel eventjes via de pagina of via mij aangeeft wat je nodig hebt, wat je zoekt. En dan kunnen we dat gewoon snel distribueren. Dus ik ben eigenlijk een klein steunpuntje. En nou, dat doe ik gewoon omdat ik die gozer, het is een maat van me geworden. En ik waardeer zijn werk en inzet. Hij werkt knijterhard met al zijn dingen en pushbars en wat hij eromheen hebt. Dus het is wel verdiend. Jongens, we laten het even bij deze video. Ik ga eventjes rommelen. Volgende vlog wordt een compleet verslag van hoe we wat gaan doen en waarom. Dus ik zou zeggen, hou hem recht en we spreken elkaar later. Mazzel!